Mijn naam is Jan Warmendam, ik ben van Quinta als AMS. En wij organiseren samen met een aantal partijen dit soort meetings. Dit is alweer de 10e keer dat we dit doen. En ik denk dat we vandaag een heel mooi actueel thema hebben. Als ik kijk naar het aantal deelnemers in de zaal, dan is het weer heel veel. Dat betekent dat we een actueel thema hebben wat jullie interessant vinden. En tevens als je kijkt naar bijvoorbeeld het Gupta-rapport, Henk, hè, of het VNO-NCW-rapport wat begin dit jaar is uitgekomen, wat ook al laat zien dat er heel veel gaat veranderen. Hè? Ze geven in hun rapportage ook al aan dat als je inderdaad dat doet wat je eigenlijk zou kunnen doen en alle ICT-mogelijkheden gebruikt, dan zou je 46% van de zorg die we nu nog in het ziekenhuis leveren, zou je bij de patiënt thuis of bij de huisarts kunnen leveren. En wat zou het fijn zijn als patiënten zorg en medicatie die normaal in ziekenhuizen verleend worden, deze voortaan thuis zouden kunnen krijgen in hun eigen omgeving, zonder extra tijd en reiskosten, als dat tenminste mogelijk is. Veilig, effectief en doelmatig gebruik van geneesmiddelen in die specialistische zorg en voor een optimale gezondheid van de mensen dicht bij huis. Ik ben ooit in Engeland geweest op werkbezoek, waarbij we de financiering in Engeland is heel anders. Waarbij de mogelijkheden voor patiënten om thuis medicatie te krijgen of in een soort wijkcentra waar verpleegkundigen en artsen aanwezig zijn om dat te kunnen doen, die mogelijkheden zijn daar veel groter. Dan gaan we naar de praktijk. Henk, Klaas, Willem en Marga, die wil ik graag aan jullie voorstellen. En die hebben allemaal met deze zorg te maken. Bij elk voorbeeld, bij elke patiënt zal ik iets zeggen over de klanttevredenheid, over de kosten en over de efficiëntie. Nou, dit is Henk. Henk heeft psoriasis en hij krijgt daarvoor TNF-alpha-remmers. Dat is intramuraal budget. En daarvoor gaat hij naar het ziekenhuis. Naar de dermatoloog of de dermaverpleegkundige krijgt hij elke 3 maanden een injectie toegediend. En Henk is best tevreden, maar als het ziekenhuis zou voorstellen dat hij thuis zou kunnen krijgen en die verpleegkundige komt dan bij hem thuis elke 3 maanden, zou hij daar blijer van worden. En qua kosten en efficiëntie denken we dat het ook redelijk in te regelen is. Wat ook zou kunnen als alternatief, is dat Henk overgaat naar een andere TNF-alpha-remmer, de zogenaamde biosimilar. En die kan die gewoon thuis toedienen, zelf. Ik ben van mening dat de eerste prik ook in het ziekenhuis gegeven kan worden. Op dit moment gaat dat niet, want dat is natuurlijk extramurale zorg. Maar hoe mooi zou het zijn als zo'n kindje al bij ontslag, voor ontslag eigenlijk al beschermd zou zijn. Een maand geleden was er een documentaire op tv. En dat ging over de neonatale zorg. Waarbij gezegd werd dat bij extreme prematuren die zo ongeveer 3 maanden in het ziekenhuis moeten doorbrengen. De ziekenhuiskosten daarvan komen neer op zo'n 250.000 per patiëntje. Wil je dan dat risico lopen op dat een kindje onbeschermd naar huis gaat en vervolgens weer kans heeft op heropname? 221 patiënten hebben we inmiddels behandeld, waarbij de geneesmiddelen verstrekt zijn vanuit de polyklinische apotheek. Daarvan waren er 51 HIV-CO geïnfecteerd. We zien vrijwel alle genotypes, behalve genotype 5. Inmiddels hebben we ook al de eerste menggenotype patiënt gezien. Aan het begin werd ook gezegd wie betaalt bepaalt. Nou, volgens mij is dat ook uitgebreid aan bod gekomen. Het zou mooi zijn als daar meer ruimte in komt om de zorg in te kleden hoe die het beste is, in plaats van dat degene die betaalt dat beslist.